Een eeuw geleden was dit de bodem van de zee. Dat kun je zien aan die schelpjes. Die vind je normaal op het strand. Maar bij ons gewoon in de achtertuin. En dat is uniek voor Nederland. De plek waar ik nu zit lag helemaal onder water. Net als de rest van Flevoland. Het water van de Zuiderzee. Ik loop hier op de oude zeebodem. Bijna 5 meter boven mijn hoofd voeren nog niet eens zo heel lang geleden de schepen. Wanneer het dan flink stormde, vergingen die schepen soms met man en muis. En dan kwamen ze hier op de zeebodem terecht. Dus toen ze het land hier gingen droogmaken en inpolderen, kwamen ze zo nu en dan zo'n schip tegen. Hier onder mijn voeten is een schip vergaan. En daar bij de dijk liggen er nog 5. En daar verderop heeft er ook eentje gelegen. Je ziet niet zoveel van die schepen in het landschap. Sommige die zijn opgegraven door archeologen. En de meeste zijn onderzocht en daarna met rust gelaten. Maar misschien ken je deze bordjes wel van langs de weg. Die laten zien dat er een schip heeft gelegen of nog steeds ligt. En zo kunnen we toch nog iets van onze geschiedenis laten zien. In de hele polder zijn meer dan 400 scheepswrakken bekend. En daarnaast zijn er nog een heleboel neergestorte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Flevoland is eigenlijk het grootste scheepskerkhof van Nederland. En zelfs van de wereld. De Zuiderzee was één groot verkeersplein met tientallen routes kriskras van de ene naar de andere kant. Dit landschap zit vol met geheimen, van neergestorte vliegtuigen, vergane schepen, maar de geschiedenis van Flevoland gaat nog veel verder terug. Zesduizend jaar geleden in de prehistorie, toen was hier helemaal geen zee. Er woonden gewoon mensen in een gebied zoals de mensen hier nu ook nog wonen. Bij archeologisch onderzoek hebben we een heleboel van de resten van die mensen teruggevonden. Zoals hun werktuigen, pijlpunten van vuursteen, stenen bijlen, werktuigen van gewei, de botten van de dieren die ze gegeten hebben, tot en met zelfs de skeletten van de mensen zelf. Door de opgraving in dit gebied zijn we heel veel te weten gekomen over de mensen die hier zo'n 6000 jaar geleden woonden. Ook over bijvoorbeeld de dieren waar ze op jaagden. Je moet je voorstellen dat hier beren rondliepen, elanden, edelherten. Er was eten volop en de mensen gebruikten prachtige voorwerpen zoals deze schitterende geslepen bijl om bijvoorbeeld hun bomen mee om te hakken. Het landschap van toen was een heel ander landschap dan de polder waar we nu in wonen. Geen vlakke akkers en strakke wegen. Het waren moerassen, bossen, kreken, rivieren. Een gebied vol met voedsel om te verzamelen. Bessen, noten. Een paradijs als het ware. Flevoland heeft een veel langere geschiedenis dan de meeste mensen denken. De zeespiegel is heel langzaam gestegen in de loop van duizenden jaren. En de zeespiegel stijgt nog steeds. Om het water tegen te houden heb je dus dijken nodig. Zeg maar een soort muren tegen het water. Nou, dat hebben die Nederlanders gedaan, al 1000 jaar terug. Nou, en als je dat kunstje eenmaal kent, dan is het ook niet zo moeilijk om nieuw land uit zee te winnen. Zoals Flevoland, waar je nu woont op de bodem van de zee. Hoe maak je nou nieuw land uit water? Eigenlijk is het idee heel simpel. Je bouwt een dijk, zo een als deze hier, helemaal rondom, midden in zee, tot de eindjes elkaar raken. En dan heb je eigenlijk een grote bak midden in het water. Op de randen van die bak zet je gemalen, pompstations. En daarmee kun je het water uit die bak pompen. Totdat je op de zeebodem bent. Die zeebodem is dan wel droog misschien, die nieuwe polder. Maar je kan er nog niet op lopen. Het is één grote moddervlakte. Dus begin je met de ontginning. Een ontginning, dat is greppels graven, drainagebuisjes leggen, kanalen graven, sloten graven, al dat soort dingen. En dan uiteindelijk heb je nieuw land om op te wonen.
Dat gebouw hierachter is gemaalde blok van Kuffelen. Het werd gebruikt om de pol droog te malen. Maar als het hard regent, dan moet al dat regenwater natuurlijk ook weer de pol eruit. Daar heb je ook dat gemaal weer voor nodig. Het is echt van levensbelang. Dit standbeeld is van Cornelis Lely. Hij bedacht eigenlijk in zijn eentje het hele Zuiderzeeproject, de inpoldering in het IJsselmeergebied. In 1890 maakte hij het eerste plan en 40 jaar later werd het pas uitgevoerd. Maar niet het hele plan. Hier ligt een plas water die Cornelis Lely eigenlijk ook ingepolderd wilde hebben. Dat zou de Markerwaard geweest zijn. Nou moet je je eens voorstellen dat jij die Markerwaard zou mogen maken. Dat jij dat Markermeer zou mogen inpolderen. En dat je dan ook die sporen van oude schepen tegen zou komen. En resten van bewoners die hier in de prehistorie woonden. Hoe zou jij dat nou aanpakken?